Kinderen kunnen niet zomaar de school in. De dag begint met mondkapjes, handgel en een apparaat dat bij iedereen de temperatuur meet. Het is bijna 2,5 jaar geleden dat deze kinderen zo hun dag begonnen. De school staat in de hoofdstad van de Filipijnen, Manila. De Filipijnen zijn een van de landen met de strengste coronaregels ter wereld. Sinds corona uitbrak was de school dicht en kregen leerlingen online les. En dat betekende vooral heel lang thuis zitten. Gusto ko pong face-to-face kasi pogus maano yung sarap kabanding mga classmate. Tsaka si teacher po nakikita ko na. Sinds vandaag mogen door heel het land 28 miljoen kinderen weer naar school. In december werd er al een proef gedaan of kinderen weer veilig naar school konden. Maar dat duurde dus nog 8 maanden. Ook nu kunnen nog niet alle scholen helemaal open. In de klas wordt ondertussen gecheckt of iedereen er is. Ook leraren zijn opgelucht dat ze eindelijk weer voor volle klassen staan. Kanina po, sobrang saya ko na nakita ko po yung mga estudyante, lalo na po yung nakita ko yung mga saya sa mga mukha nila. Siyempre po, ito na po yung pagkakataon namin na maibigay yung best namin as a teachers. At matutukan sila kasi alam naman po namin kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila, pinagdaanan namin nung panahon ng pandemya. Toch zijn er nog steeds zorgen om het coronavirus. Een keer extra handen wassen hebben de kinderen er wel voor over. Here you can actually enjoy learning and actually meet the persons you see in Zoom classes. And when you're learning online, it doesn't feel like fun. Want samen met andere kinderen in de klas is gewoon het allerfijnst.